welkom bij Bedrijven onder de Loep. In dit programma bezoeken we een bedrijf om te weten te komen wat het u te bieden heeft. En vandaag zijn we bij het restaurant Bleecker Street. Hi, welkom bij Bleecker Street. Dankjewel, ik ben benieuwd. Wat kunnen gasten verwachten van een avond eten bij Bleecker Street? Een hele avond genieten van alle leuke gerechtjes die wij serveren. Dat doen we allemaal in het klein, een beetje tussen een tapa en een voorgerechtje in. En we maken het ook nog eens zo klaar dat de mensen het heel makkelijk kunnen delen met z'n tweetjes, drietjes. Maar je zult dadelijk ook zien, ook met een hele groep. Dus het is verschillende dingen proeven, heel veel zien, gezellig kletsen met elkaar en ondertussen lekker tafelen. En wat kunnen mensen zo al proeven? Gerechten uit de hele wereld eigenlijk. Dus we gaan van Thailand naar Frankrijk naar Italië, van carpaccio tot sashimi. Noem het maar op en we maken het eigenlijk gewoon klaar. En de toetjes, want dat vinden mensen vaak ook heel lekker. Wat kunnen ze daarvan verwachten? Oh, de toetjes wisselen met regelmaat, maar vandaag hebben we bijvoorbeeld een crème brûlée in huis. We hebben een cheesecake op de kaart staan die er nooit meer afmaakt van onze gasten. Want die wordt enorm gewaardeerd. Voor de rest van chocolademousse en wat andere lekkernijen. Jullie werken heel duidelijk met een bepaald concept. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Onze gasten betalen een vast bedrag van €29,95 per persoon. Daarvoor zit al het, alle gerechtjes inclusief. Dus ze kunnen de hele avond gerechtjes bestellen. We doseren het wel een beetje, niet dat we in één keer de hele tafel vol zetten. Dus elke 5 verschillende gerechtjes maximaal per tafel. En als het een wat groter gezelschap is, verdubbelen wij die gerechtjes, zodat toch iedereen daar lekker van kan knabbelen. En mensen mogen zo lang blijven als ze willen. Het is niet van, je moet op een gegeven moment na 2 uur eten weg, omdat je €30 hebt betaald. Nee, zeker niet. Bij ons mag je inderdaad de hele avond zitten. Zijn het wel zo dat om 10:30 we stoppen met de warme gerechtjes. Ik denk dat dat een mooie tijd is, maar tot 11:00 kun je door met zoete toetjes. En bij lekker eten horen natuurlijk ook heerlijke drankjes en jullie zijn daar heel goed in. Nou, we proberen daar in ieder geval heel goed in te zijn. We hebben een heel uitgebreide wijnkaart. Die hebben we op onze digitale winepad staan eigenlijk. Die maakt gelijk wat combinaties met wijn en spijs. Daarnaast doen we heel veel met gin tonics. We hebben 10 verschillende gins en 5 verschillende tonics in huis om daar wat lekkers mee te blenden. En we zijn nu bezig met de nieuwe zomerhit, de vermouth. Dus wat andere drankjes die we wat nieuwe impulsen geven aan het drinken bij Bleecker Street. Mark, jij vertelde net al dat jullie hier ook heerlijke drankjes hebben. Ik wil wel eens wat proeven. Ga ik voor jou een lekkere gin tonic maken. Het is vandaag een beetje een mooie dag. Dus ik denk dat het een Hendrick's gin gaat worden. Lekker fris met een beetje komkommer. Altijd royaal ijs. Nou, lekker de gin eroverheen. Alsjeblieft. Ik mag proeven. Dankjewel. Oh, lekker. Bellen. Ja, het is heel lekker. Hoe zou je de sfeer in het restaurant omschrijven? Ja, kijk maar om je heen. Ik denk dat het een hele bruisende sfeer is. Dat de mensen heel ontspannen aan de tafelen zijn. Nergens gevoel van haast, van snelheid. We doen het rustig aan. En we doen het op het tempo zoals onze gasten het op dat moment fijn vinden.